Momenteel zit ik in het tweede jaar en ik loop stage bij autobedrijf Maas in Nieuwkoop. Wij verkopen personenauto's, we maken personenauto's en we doen diagnose aan auto's. Hallo, ik ben Rens en ik ben bezig met deze auto. Die hebben we net opgehaald omdat die gestrand was met een lege accu. Op een dag voer ik onderhoudsbeurt uit, doe ik reparaties zoals het vervangen van een dynamo en stel ik diagnoses en dan gaan we daarmee verder. Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in auto's en die leer je nu van binnen en van buiten, want de techniek vind ik heel mooi. Vliegt hij in de brand of weet ik wat, daarom mag je hier ook nooit koelwater bijvullen. Dan moet je altijd eerst een speciale procedure doen voordat je daar weer koelwater bijvult. Het begeleiden van een student is best lastig, want je weet natuurlijk niet wat voor student je hebt. Maar het belangrijkste is gewoon alles samen nakijken en ook vertellen wat hij wel goed doet en wat hij niet goed doet. Kijk, dan zijn die remmen, die blokken zijn inderdaad te dun. Flink versleten. Ja. Dus die moeten vervangen worden. Daarna mag je hem dus bijvullen als de test goed is. Deze. Nou, Rens vind ik een hele goede stageloper. Heel zelfstandig, heel nieuwsgierig. Hij leert makkelijk. Ik vind ook, hij doet het bijna altijd goed, dus ik hoef hem weinig z'n donder te geven. Gelukkig, veel lol erin. Ja.